Wij zijn gay, ja, laat ons leven hoe we zijn. Peace. Dankjewel. The broken bike, a bed of roses as she like. She'll get on by whatever she does. Waarom vindt u het zo belangrijk dat deze actie wordt gehouden? Nou, wat ik heel erg leuk vind van de organisatoren en de Albert Heijn, dat ze een evenement wat misschien wat negatief begon, heel erg goed hebben omgewogen naar een positief gebeuren. Nou, u ziet het hier vanavond. Grote opkomst, één al positiviteit. En ik vind het geweldig van deze Albert Heijn dat ze ook laten zien dat diversiteit belangrijk is in onze stad. Denkt u dat we diversiteit niet genoeg aandacht krijgen? Nou, ik denk dat dat een gegeven is van Utrecht. Hè. We zijn voor iedereen welkom, iedereen telt mee. Dat geldt zeker als het vanuit de Partij van de Arbeid wordt bedacht. Iedereen telt mee en dat laten ze hier nog eens een keertje zien, dat is goed. Never think twice, and she wants my love. Yes, she needs. Dames, waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze actie wordt gehouden? Omdat je eigenlijk je liefde overal moet kunnen tonen. Ja, schrokken jullie toen vorige week bekend werd dat de meisjes dat ze erop aangesproken werden? Best wel, ik werd er ook wel een beetje opstandig door. Want ik denk dat bij mezelf, dan pak je toch de verkeerde aan. Want je pakt iemand aan die eigenlijk haar liefde laat zien. Die gewoon zichzelf durft te zijn, die eigenlijk daarvoor beloond zou moeten worden. En wat doet men dan? Word je erop aangesproken dat van het Nederland niet zo tolerant is als we denken. En als Nederland daadwerkelijk het verschil wil maken, ja, dan zou je toch echt de mensen met een bekrompen gedachte gewoon moeten aanspreken. En hen daarin een beetje moeten begeleiden, denk ik. Denken jullie, als jullie over de straat lopen, hebben jullie dan ooit het gevoel dat jullie worden aangekeken? Ja, altijd. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet altijd overal en altijd mijn liefde zal laten merken. Er zijn genoeg plekken in Nederland waarin je je echt wel aanpast, hoor. En dat is een beetje jammer, want het lijkt alsof de politiek een heel ander beeld erbij heeft. Maar ik zou dan toch opnieuw wel een beetje de zichtbaarheid en tolerantie en acceptatie opnieuw op kaart willen leggen. Denk je dat zo'n actie ertoe kan bijdragen om acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen? Ja, het heeft wel invloed. Gewoon over de stad Utrecht zelf en ook over Albert Heijn zelf. Dat ze nu wel beseffen wat ze hebben gedaan, dat ze het hiermee goed willen maken. Dus dat is wel gewoon een toppunt. You are so easy to love. I just can't say no. Been alone for so long, I'll never let you go. You're singing a song that's hard to forget. What once was a solo is now